Goed, dames en heren, beste mensen. Het is goed om u hier allemaal terug te zien. Welkom in deze raadzaal. Voor sommigen na een lang zomerreces. Anderen hebben al de commissiebijeenkomsten meegedraaid. Maar nu zijn we dan de eerste besluitvormende sessie van uw raad toe. Ik kom mezelf nu met enige vertraging terug. Een korte agenda, dus we kunnen het vlot maken, maar er staat in ieder geval één aanleiding onder punt 3, de vaststelling van de agenda, waar ik overtuigd ben dat daar nog een agendavoorstel wordt gedaan. De motie vreemd aan de orde van de dag ligt immers allemaal voor ons. Daar komen we vanzelf bij. Wat mij betreft is hiermee de opening geschied. Mevrouw Streur heeft zichzelf als verhinderd gemeld. Voor het overige zijn wij compleet, dus dat is mooi om te zien. Punt 3, vaststelling van de agenda. Er zijn voorstel, de heer Mulder. Ja, ik wil graag een motie vreemd aan de orde van de dag aan de orde stellen over de regeling langdurig verblijvende kinderen. Dank u wel. Ik stel u voor dat we die aan het eind van de bespreekpunten, dus als 8.3, aan de agenda toevoegen. Niemand bezwaar. Ik zal dus in ieder geval omtrent dat agendapunt besloten. Zijn er verder opmerkingen over de agenda? Zo niet, kunnen we hem zo doen. Al dus vastgesteld. Dan de besluitlijst van 10 juli 2018. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Nee, in ieder geval is die conform vastgesteld. De voorgestelde wijze van afdoening van allerlei ingekomen stukken. 5A1 tot en met 5A17. Wenst iemand over die wijze van afdoening nog het woord te voeren? Vragen over deze brieven zijn in de commissie al aan de orde geweest? Nee, in ieder geval. Dan kan ik conform de voorgestelde wijze ter kennisneming namelijk hiermee de afdoening plaatsvinden. Dan zijn wij daarmee bij agendapunt 6, de hamerstukken. Een drietal hamerstukken. Voorstel van BMW in zaken afgifteverklaring geen bedenkingen op van het oprichten van een zonnepark op agrarische gronden aan de Hulterweg. Het voorstel in zaken de vaststelling bestemmersplan zonneakker de watering. En het voorstel in zaken de vaststelling halfjaarsrapportage 2018. U heeft eerder in commissieverband vastgesteld dat deze stukken geen verdere bespreking, stemverklaring of iets dergelijks behoeven. Dus met één hamerslag kunnen deze conform het voorstel worden afgedaan. Ik zie ook geen bedenkingen alsnog. Dan is conform de voorstellen besloten. Er zijn geen stukken met een korte stemverklaring. En we hebben nu dan aan de orde het eerste van drie inmiddels bespreekpunten. Bespreekpunten vooral ook omdat natuurlijk het voorstel van die aard is dat er toch eventjes bij stilgestaan moet worden. Als eerste het voorstel in zaken vertegenwoordiging algemeen bestuur regio. Er is even wat mailwisseling geweest omtrent de te volgen procedure. Normaal stemming over personen per briefje, per stembriefje plaats. Tenzij uw raad aangeeft dat u geen enkele wijze, op geen enkele wijze de behoefte heeft om over het voorliggende voorstel van gedachten te wisselen. Dan zouden we namelijk het ook bij acclamatie kunnen doen. Wie heeft de behoefte om daar toch wel de nodige woorden aan te wijden? Niet? U durft niet meer. Dus mag ik dan vaststellen dat met de acclamatie conform het voorstel is besloten? Dat is mooi. Dan zijn we ook weer voorzien in de delegatie naar de regio. Mooi dat we er zo met elkaar uit konden komen. De continuïteit is daarmee ook verzekerd van onze aanwezigheid daar. Dan zijn we daarmee bij bespreekpunt 2. Het voorstel in zaken ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Is uitvoerig bij stilgestaan in het seniorenconvent. U vindt ook een voorstel van het seniorenconvent. Maar ik sta er natuurlijk als portefeuillehouder, omdat de zorgvuldigheid van proces en procedures natuurlijk wel een aangelegenheid van mij is. Goed, wie wenst hier nog het woord over te voeren? Ja, gaat uw gang, de heer Boy. BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gezien de toenemende werkzaamheden van de gemeenteraad vindt Belangen Buitengebied Coevorden het een goed voorstel om de raadsleden meer ondersteuning te bieden. Enkele voorbeelden van die toename zijn de decentralisatie van het sociaal domein, wat al ingevoerd is en waardoor raadsleden al een enorm pakket meer aan werk hebben gekregen. De komende wijziging van de omgevingswet
en de uitwerking van het raadsakkoord, wat ook een enorm pakket werk in de komende jaren zal leiden. Door de ondersteuning, zoals benoemd in het voorstel, kunnen de raadsleden ook meer tijd besteden aan hun rol als volksvertegenwoordiger. Meer tijd dus om de wijken en dorpen in te trekken. Dit past prima in het plaatje van een vernieuwde bestuurstijl en verbindend besturen. Kortom, BBC vindt dat dit voorstel bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur. BBC wil hierbij wel voorstellen dit raadstel na een jaar, dus in september 2019, te evalueren en indien nodig aan te passen. Dank u wel. Dat is helder, dank u wel. Andere sprekers op dit agendapunt? De heer Slomp, PvdA. Nou ja, de PvdA sluit zich graag aan bij de wijze woorden van de heer Boye. Dank u wel. Anderen? Ja, de heer Roedemaker. Voorzitter, het kenmerk van een democratie is niet de macht van de helft plus één. Het kenmerk van een democratie is respect voor de minderheid en voor de standpunten van die minderheid. Uiteraard speelt daarin ook het besef dat de meerderheid na de verkiezing zijn aanhang en daarmee zijn overmacht kan verliezen. D66 is deze verkiezing ingegaan met de uitdrukkelijke wens dat gemeenteraadsfracties zich in de raadscommissies kunnen laten ondersteunen door commissieleden, niet zijnde raadsleden. Op die manier wordt geborgd dat iedere stroming binnen de raad volwaardig kan deelnemen aan het debat over alle onderwerpen. Dit draagt bij aan een gedegen democratische besluitvorming. De gemeente wordt, zo zei ook de heer Boye, geconfronteerd met veel belangrijke nieuwe taken in het sociaal domein, maar ook met de introductie van de nieuwe omgevingswet. Tel daarbij op de behoefte om de bevolking nauwer te betrekken bij de besluitvorming en het totale spectrum is voor het individuele raadslid nauwelijks meer te overzien. Ook niet als je je beperkt tot de hoofdlijnen. Voorzitter, na de verkiezingen hebben drie partijen in onze gemeenteraad alle één zetel moeten inleveren. D66 ging van twee naar één zetel. De verkiezingswens, zoals geformuleerd in ons verkiezingsprogramma, werd daarmee opeens een actuele behoefte. Een behoefte waarin met dit raadsvoorstel voorzien wordt. Voorzitter, ik hoop dat u namens in de volgende raadsvergadering maar liefst twee commissieleden namens D66 kunt installeren. En hoewel D66 in de raad uiteraard maar één stem houdt, kunnen we op die manier het sociaal-liberaal geluid binnen alle beleidsterreinen laten horen. Dank u wel, meneer Roedemaker. Ja, mevrouw Gissen, VVD. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel ambtelijke bijstand, waarvan de eerste opzet is ontstaan tijdens de eerste bijeenkomst na de verkiezingen. Wij zijn content met dit voorstel, omdat wij van mening zijn dat politiek niet voorbehouden moet zijn aan een kleine groep mensen. Hoe groter je de groep maakt, des te meer inzicht en begrip krijgt de bevolking en des te meer worden besluiten algemeen gedragen. Bovendien is het een kans om specifieke know-how binnen te halen binnen de fractie. Iets wat alleen maar goed is gezien de hoeveelheid aan onderwerpen waar wij als raad mee te maken krijgen. En daarom steunen wij dit voorstel. Dank u wel. Ik zal de heer Bouwers van de PPC. En dan mevrouw Driehuis. Meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ondersteun de heer Boye daar met zijn gezegde net. Het gaat ook om het volgende. Het is denk ik ook goed voor een partij als PPC dat je een ondersteuning hebt in de raad of in de commissies voor diverse... Ja, voor sociaal domein, omgevingswet en een raadsakkoord, dat we dat op een nette manier kunnen verdelen. En u kunt zich voorstellen dat de ondergetekende daar heel blij mee is. Dat de ondersteuning, die past mij wel. En ik denk dat ik de raad wel kan bedanken voor dat u ons daarmee hebt gered om een goede periode van te maken. Dank u wel. Dank u wel voor deze eerlijke ontboezeming ook, meneer Bouwers. Mevrouw Driehuis van het PAK.
Dankjewel, voorzitter. Ook voor ons is het al jaren een lang gekoesterde wens om inwoners, niet zijnde fractieleden, plaats te laten nemen achter de microfoon, zeg maar, van de gemeenteraad. Wij merken de laatste jaren dat de werkdruk voor fractieleden en gemeenteraadsleden steeds verder toeneemt. En als je dan een kleine fractie bent, dan heb je af en toe het idee van waar moet ik mijn focus leggen. Die focus kunnen we nu gelukkig gaan leggen doordat we er twee mensen als burgercommissieleden aan kunnen toevoegen. Wij zijn daar heel erg blij mee. We zijn ook erg blij dus met dit voorstel. Blij ook dat het uiteindelijk zijn uitvoer heeft gekregen. En wij hopen ook, net als D66, om binnenkort twee burgercommissieleden aan onze groep te kunnen toevoegen. Dankjewel. Dank u wel, mevrouw de Juist. De heer Zuur, CDA als laatste. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons ook aansluiten bij de woorden zoals eerder gesproken, met name door de heer Boy. Bedankt voor het bedanken, meneer Bouwers. En wij danken ook de andere partijen voor de constructieve wijze waarop deze voorstellen tot stand zijn gekomen. Nog wel even, ja, dat hoort er dan soms toch ook bij. Deze voorstellen ontslaan ons als raadsleden natuurlijk niet van onze verantwoordelijkheid die we vanuit de kiezer hebben gekregen. Dus laten we ons dat wel blijven realiseren. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Zuur, daar maar meteen mee aan te sluiten in de richting van mevrouw Driehuis. Deze microfoon in deze zaal, deze raadzaal, blijft aan u voorbehouden. Dus er zijn tal van andere activiteiten die hiermee ontsloten worden, maar het is goed om dat inderdaad nog maar eventjes met elkaar vast te stellen. En dat sluit inderdaad aan bij de opmerking van de heer Zuur. En de laatste opmerking die ik nog zou willen toevoegen, want u bent het allemaal met elkaar eens, is het stuk verwijst weliswaar naar één document, de Raad van het Openbaar Bestuur, maar er zijn, zoals u weet, maar ik zeg het ook even voor de publieke tribune, al vele jaren achter ons vele rapporten verschenen die aandacht besteden aan de workload, aan de tijdsbesteding die gevraagd wordt van raadsleden en het feit dat daar maar een heel magere ondersteuning tegenover staat. En hoe begrijpelijk het ook was dat 4 jaar geleden, toen er ernstige financiële maatregelen moesten worden getroffen, de Raad ook naar haar eigen budget heeft gekeken, waaronder dit verhaal ook. Hoe terecht dat ook was, doet niks af aan het feit dat het ook zeer terecht is. En misschien nu wel meer nodig dan ooit om nu ook de daad bij het woord te voegen en deze regeling te lanceren. Ik kan me goed voorstellen, dat is een regeling die u zelf treft natuurlijk. U spreekt dat met u zelf af. Als u zegt, nou, laten we het na een jaar evalueren, kan me daar alles bij voorstellen. Het is een voorstel, ik zei het al, van het seniorenconvent. U zit er als raad en ik zit daar ook dicht bovenop. Dus we kunnen met elkaar ook in die zin monitoren hoe het gaat. Het zal voor de nieuwe steunraadsleden, duo-raadsleden, hoe je het ook noemen wilt, nog wel even wennen zijn. Ook dat zal wel enige aanloop verkenningen vragen. Maar in de goede atmosfeer die hier over het algemeen heerst, komen we daar vast wel uit. Goed, ik stel vast dat er volgens mij geen tweede ronde bespreking nodig is. En dat we met algemene stemmen kunnen instemmen met dit voorstel. De heer Boy, nog één vraag. Nog één vraag, voorzitter. Ik kijk even de raad rond hoor. Maar stemt de hele raad in met het voorstel om na een jaar te evalueren? Dat zou ik nog even graag willen horen. Nou. Volgens mij is het ook hier, wie zwijgt stemt toe. Maar ik zei al, u hoeft het niet als een uitspraak, maar dan heeft u het ook maar gehoord. Ja. Oké, dat gaan we dus doen. Dank u wel. Kunnen we daarmee het onderwerp als afgesloten beschouwen? Ja, behalve dan natuurlijk even de hamer laten vallen op het besluit. Conform met algemene stemmen, ingestemd met de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning koevoerder 2018. De wijziging op die verordening op de raadscommissie van 2015. De kosten van de verhoging van de fractiebijdrage voor het jaar 2018 met terugwerkende kracht tot 21 maart van 30.500 te dekken vanuit de algemene reserve. Voor 2019 en volgend jaar de verhoging van de jaarlijkse kosten 28.500 te dekken vanuit de algemene reserve met daarbij als uitgangspunt dat deze structurele kosten bij het opstellen van de programmabegroting 2019-2022 definitief van dekking worden voorzien binnen de reguliere exploitatie. Dat is dus de bespreking die we in november met elkaar zullen hebben. En als vijfde besluitpunt de zevende wijziging van de programmabegroting 2018. Goed, daarmee zijn we aan het einde van de twee reeds geagendeerde stukken. En komen we nu toe aan de agenda toegevoegde motie, het initiatief, vreemd aan de orde van de dag, over een op zichzelf heel actuele discussie. Het zogenaamde kinderpardon.
Meneer Mulder, PvdA. Voorzitter, u zei het al, het is een actueel punt. Dat kan u allen niet ontgaan zijn de laatste weken. Alle ophef die ontstaan is over de regeling langdurigverblijvende kinderen, het zogenaamde kinderpardon. Met als hoogtepunt afgelopen weekend het discretionaire toch nog verblijf toekennen aan Heuwik en Lily. Maar dan vraag ik mij af, is het wel een hoogtepunt? Is het eigenlijk niet een dieptepunt dat het zover heeft moeten gaan? En dat over de rug van kinderen een politieke discussie bijna is gevoerd. Daar heb ik heel erg moeite mee. En met mij heel veel mensen in onze samenleving, heel veel gemeenten die al een dergelijke motie als die ik vanavond inbreng aan de orde stellen. Want het gaat hier om kinderen. En het IVRK, het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, daar staat heel duidelijk in hoe het met kinderrechten zit. Ja, dat wordt hier wel met de handen getreden, kun je bijna zeggen. En het gaat maar om een aantal kinderen. Hè. We weten het, ongeveer 400, waarvan er ook een aantal hier in onze gemeente verblijven. We hebben dit voorjaar een actie gehad voor twee kinderen in Aalden. Ook via een discretionair verzoek mogen zij hier blijven. Daar zijn we heel blij mee. Maar ook daar is van alles achter de schermen gebeurd. En is ook het kinderpardon door het meewerkcriterium afgewezen. Ja, wat is dan een meewerkcriterium? Ja, je moet meewerken aan uitzetting. Iets wat je eigenlijk niet wilt. Je moet terug naar een land dat in oorlog is. Waar ellende is en waar je kinderen zelfs nog nooit geweest zijn soms. Of de taal niet spreken. En als je niet meewerkt, je hebt wel je gesprek gevoerd met mensen daarover, maar je hebt niet gezegd van ja, ik wil terug. Ja, dan is dat niet meewerken, zo heet dat dan. Dan denk ik van ja, hoe kun je dat doen? Want als je ja zegt, dan werk je mee en moet je dus terug. Dus het is zo tegenstrijdig. En daarom denk ik van ja, daar moet iets anders aan. En dat is ook waarop wij het college willen oproepen om daar aandacht voor te vragen bij de staatssecretaris. Om dat meewerkcriterium aan te passen. Er ligt in Den Haag een wetsvoorstel van GroenLinks en de PvdA om hier een aanpassing op te doen. Het is recent bij de Raad van State geweest. Het kan zo in behandeling worden genomen. Dus ik wil ook alle partijen, en er zijn veel partijen die mij hier al in steunen, daar ben ik heel blij mee, maar ook oproepen om die steun ook uit te spreken naar hun eigen fracties in Den Haag, om ook daar te pleiten om deze regeling aan te passen. Maar wat kunnen wij in de gemeente Coevorden hier doen? Wij doen het voor onze kinderen en wij spreken onze steun uit. En dat doen we ook voor die mensen die in het AZC Aalden verblijven. Daarom ook deze motie. Ik ga even naar de motie zelf. De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 18 september 2018, constaterende dat er ook in gemeente Coevorden gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de regeling langdurig verblijvende kinderen, kinderpardon, hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben. Het meewerkcriterium van deze regeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren maar 98% van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen. Overwegende dat er in de gemeente Coevorden, net als in meer dan 50 andere gemeenten, inmiddels al 55, brede steun bestaat om hier gewortelde kinderen die hier langer dan 5 jaar verblijven, hier te laten blijven. Mede omdat Coevorden hun thuis is geworden. De kinderombudsman zich hier uitsprak voor een kinderpardon dat recht doet aan kinderen. Met name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn, de ontwikkeling van kinderen geweld aandoet. De proceduretijd veel te lang is. Verzoekt het college om te zorgen dat Coevorden zich aansluit bij andere kinderpardongemeenten. Met een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen. Bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium en een aanzienlijke verkorting en versnelling van de proceduretijd. Ik ga over tot de orde van de dag.
Dank u wel. Dank u wel. De motie is, ik ga maar even de volgorde af, voorzien van een aantal handtekeningen. Dan wel mededelingen dat die ook graag ondertekend zou willen worden door nog meer mensen zelfs dan hier al opstaan. Ik heb hier de handtekeningen van de heer Boy, de heer Hoedemaker. Het lijkt mij dat dat ook een beetje met de spreekvolgorde zou kunnen bepalen. De heer Hoge is de woordvoerder namens de BBC. Dus, meneer Hoge. Voorzitter. Een meerderheid van de regeringscoalitie mag binnenkort opnieuw uitleggen waarom ze niet langer pleiten voor een ruimhartig kinderpardon. Nou, zonder ongemak en gêne zal dat waarschijnlijk niet gaan. Staatssecretaris Harbers, collega Gilbert Mulder van de PvdA refereerde net al aan, heeft begin deze maand over het hart gestreken dat mensen tieners, Hovik en Lili mogen na een stormachtige discussie en 10 jaar procederen uiteindelijk toch blijven. Maar ook honderden andere vluchtelingenkinderen verkeren in ons land al vele jaren in grote onzekerheid. Het is te hopen dat de politiek zich ook over deze kwetsbare groep kinderen wil bekommeren en na Hovik en Lili niet zegt, nu is het wel weer klaar. We pleiten daarom voor een snelle oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van de meewerkcriterium van het kinderpardon. Waar iedereen het heel erg over eens is, de noodzaak om de asielprocedures te versnellen. Er moet sneller en zorgvuldiger duidelijkheid komen over wie wel mag blijven en wie niet. En die moeten dan ook sneller uitgezet worden. En moeten niet jarenlang worden uitgesmeerd. Dat raakt ook de kern van deze discussie. Je kunt na 5 jaar een kind toch niet meer schadevrij uitzetten. Kinderen die hier jarenlang wonen, naar school gaan, geïntegreerd zijn, moeten niet tegen hun wil worden uitgezet. En dan praten we nog helemaal niet over hoe schadelijk het traject na de uitzetting toe is. We hebben toch niet voor niets kinderrechten. Staatssecretaris Harbers liet vorige week aan de Kamer weten dat hij een commissie instelt die gaat uitzoeken en gaat onderzoeken of de lange asielprocedures korter kunnen. Nou, laten we alsjeblieft hopen dat dit onderzoek heel snel wordt afgerond. En als nu reeds al mocht blijken dat het bij de IND aan voldoende mankracht ontbreekt, dan moet dat op zo snel mogelijke termijn opgelost worden. Nog even terug naar onze eigen gemeente. Het minste wat we als gemeente kunnen doen is ondersteuning geven aan vluchtelingenkinderen. De vraag aan het college: hoeveel vluchtelingenkinderen in de gemeente Coevorde hebben er op dit moment nog geen verblijfsvergunning? En hoe kunnen we deze gezinnen actief informeren over de regeling langdurig verblijvende kinderen en mogelijkheden bieden tot ondersteuning? Verder hebben we uiteraard ook nog het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties te respecteren, welke ook door Nederland is ondertekend. En volgens dit verdrag is het onder meer niet toegestaan om kinderen die al langer dan 5 jaar in ons land wonen uit te zetten. Al met al voldoende instrumenten om de groep in onzekerheid verkerende kinderen uiteraard met hun ouders met raad en daad terzijde te staan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hoge. Dan de heer Hoedemaker, D66. Voorzitter, al een aantal keren is op u en op leden van deze raad formeel en informeel een appel gedaan door asielzoekerskinderen die hier al lange tijd, soms al het overgrote deel van hun leven wonen. Kinderen die hier geworteld zijn, al een hele schoolcarrière in Aalden of Coevorden of Oosterhesselen doorbrengen. Hier vriendjes en vriendinnetjes hebben, in de stad of in onze dorpen op voetbal zitten. Die kinderen dreigen te worden uitgezet. Uitgezet naar een land dat ze niet kennen. Natuurlijk kent dit verhaal ook een lelijke kant. Ouders die kinderen als breekijzer gebruiken om een verblijfsvergunning af te dwingen. Ouders die naar de letter geen recht hebben op asiel, maar hun asielprocedure soms wel tot 10 jaar of langer weten te traineren. Asielzoekersmaffia. Alle critici hebben gelijk. Maar moet een kind hiervan de dupe worden? Heeft een kind schuld aan het gedrag van zijn ouders? Ik zeg nee. Het uitzetten van vernederlandse kinderen is een schending van kinderrechten. Kinderen horen beschermd te worden, niet beschadigd. Ongeacht of hun ouders uit Syrië,
Rusland, Afghanistan, Ethiopië of Nederland komen. Kinderen hebben zelf niet om deze situatie gevraagd. Voorzitter, zodra het leed een gezicht krijgt in Oosterhesselen of Aalde of Coevorde, dan staat onze gemeenschap gelukkig als één man achter het met uitzetting bedreigde kind. Ook vanuit onze gemeenschappen is al een aantal keren met succes een beroep gedaan op de Haagse discretionaire bevoegdheid. Maar deze bevoegdheid van de staatssecretaris begint steeds meer op willekeur te lijken. Zelfs op Coevorderschaal lijkt er soms sprake van een mediapardon. Vandaar dat D66 deze motie, die de gemeente oproept zich aan te sluiten bij de groep van 55 kinderpardongemeenten, van harte ondersteunt. Wij vragen het college zich in te zetten voor al die vernederlandse kinderen die uitgezet dreigen te worden. Tegelijkertijd zien we graag dat de landelijke politiek in het belang van de plaatselijke gemeenschappen de situatie voor de toekomst in beeld brengt en daarna acteert en de procedures humaner maakt door bijvoorbeeld asielzoekers uit veilige landen na een eerste afwijzing hun beroepszaak in het land van herkomst af te laten wachten. Dank u wel. Mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel, voorzitter. Nou, er is inmiddels al heel veel over gezegd. En inderdaad, we werden de afgelopen weken opnieuw geconfronteerd met een zaak waarbij een tweetal kinderen, die al langdurig gezetteld waren in onze samenleving, geconfronteerd werden met een afwijzing, met een uitwijzing naar het land van herkomst. Wat ons betreft is dat onacceptabel. En dat geldt ook, dat we weten dat het ook voor kinderen hier in onze eigen gemeente geldt. En gelukkig is daar al een aantal keren positief resultaat behaald, dat deze kinderen mochten blijven. Wat ons betreft is het gewoon inhumaan om kinderen terug te sturen naar een land wat vreemd voor hen is. Procedures moeten dus verkort worden, want deze kinderen worden de dupe van het almaar verlengen en verlengen van deze procedures. Wij hebben deze motie dus ook ondertekend en daarmee het verzoek om het college, aan het college om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat deze procedures worden herzien en worden verkort en dat we inderdaad oplossingen zoeken naar het versoepelen van het meewerkingscriterium voor het kinderpardon. En zich vervolgens dus ook aan te sluiten bij alle overige kinderpardongemeentes. Dank u wel, helder. Meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad al veel over gezegd. Maar wat PPC tegenstaat is dat de proceduretijd voor deze kinderen, maar ook voor de ouders daarvan, veel te lang duurt. En wij vragen dan ook meer aandacht voor deze kinderen, dat deze geen 10 jaar moeten wachten op antwoord. En dan, ja, in dit geval hebben twee kinderen weer geluk gehad. Maar er zijn velen die dat geluk niet hebben gehad, omdat zij niet naar voren kwamen in de pers en bij de gemeenteraden. Dat is eigenlijk schrijnend. Hier moet dan ook een oplossing voor komen. Kinderen, niet alleen in de gemeente Coevorden, maar voor geheel Nederland. Wij hopen dan ook op goed gezond verstand in Den Haag. Wij ondersteunen dan ook deze motie en hopen dat deze motie landelijk toch veel goed wordt gebruikt en er werkelijk naar wordt gekeken in Den Haag, naar uw schrijven daarbij. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fracties die nog niet het woord hebben gevoerd. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld zijn wij het als fractie eens met het feit dat er procedureveranderingen moeten plaatsvinden in de afwikkeling van asielprocedures. Deze dienen namelijk naar onze mening veel sneller inderdaad te worden afgerond, zodat veel van deze schrijnende gevallen voorkomen kunnen worden. Gelukkig is dit nu ook toegezegd door de staatssecretaris. Deze motie gaat ons echter te ver. Het betreft landelijke politiek en wij zijn van mening dat je ieder geval tussen aanhalingstekens apart moet behandelen en niet alle gevallen in één keer. En daarom steunen wij deze motie niet. Dank u wel. Ook helder, dank u wel. Meneer Zuur, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een zeker op het eerste oog sympathieke motie ingediend door de BVDA in zaken de regeling langdurig verblijvende kinderen, beter bekend als kinderpardon. Het betreft hier echter landelijke wetgeving met een hele lange geschiedenis over zeer gevoelige materie.
Waarom wordt hierover dan een oordeel gevraagd van de gemeenteraad van Coevorden? Gaan wij hierover? Zijn het inwoners van Coevorden die nu de hoofdrol spelen? Beide vragen kunnen met nee worden beantwoord. Is het uitspreken van een oordeel door ons als lokaal georganiseerde partijen op dit lokaal podium dan ook nodig? Zeker na de brede discussie die hierover in Den Haag en zelfs landelijk al gevoerd is. Wat ons betreft niet. Wij bewandelen daarvoor graag de wegen die leiden naar onze landelijke afdeling. Maar goed, de motie ligt voor. En ook wij zullen ons hierover moeten uitspreken. De motie is ongetwijfeld het gevolg van de verwikkelingen in de afgelopen periode rondom de voorgenomen uitzetting van de kinderen Lily en Hovik. In korte tijd waren zij wereldnieuws in Nederland. Iedereen had er een mening over. Zonder overigens alle feiten en omstandigheden te kennen. En dat terwijl de rechter op basis van de democratisch tot stand gekomen wet tot het oordeel van een uitzetting was gekomen. De staatssecretaris voorkwam na een plotselinge verdwijning van de kinderen de uitzetting door gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid, een mogelijkheid die diezelfde regelgeving ook biedt. Is toch iets anders dan de hand over het hart strijken. Dit deed hij in het belang van de kinderen zelf. Dat is vanzelfsprekend erg fijn voor de kinderen, naar wie ons hart beslist uitgaat. Hopelijk krijgen zij rust na deze turbulente periode en meer zekerheid over hun toekomst. Wij wensen hen daarbij alle kracht en sterkte. Als het gaat om het belang van het kind, dan zien wij een enorm dilemma bij het wel of niet verkrijgen van een verblijfsstatus. Dat kinderen mogen blijven is voor veel mensen een opluchting. Maar dit besluit legt ook een aantal pijnlijke afwegingen bloot waarover veel onbegrip is ontstaan. Want wanneer is een uitzetting dan nog wel gerechtvaardigd? Wanneer is een land veilig genoeg? We hebben daarover nog niet zo lang geleden in deze raad naar aanleiding van een concrete situatie ook een motie over behandeld en aangenomen. Maar ook vragen als wanneer is een kind hier geworteld? Na hoeveel jaar? 3 jaar? 5 jaar? 7 jaar? En hoe kan het toch dat de procedure zo lang heeft kunnen duren? Kun je de kinderen na zoveel jaren nog aandoen te moeten vertrekken? En zo niet, worden kinderen dan geen ticket voor een verblijfsvergunning en zullen gezinnen zich altijd blijven verzetten? Betekent dat geen rechtsongelijkheid voor vluchtelingen zonder kinderen? Aan de andere kant, wanneer bereiken we het punt dat kinderen tegen hun ouders moeten worden beschermd? En wat zijn daarvan dan de consequenties? Het zijn allemaal zaken waarover we in een algemene termen een oordeel kunnen hebben, waarover in de media, maar ook door ons, soms met weinig kennis van de echte feiten, een scherp oordeel wordt geveld. Onze stelling is en blijft dat een uiterst gevoelige zaak bij voorkeur niet in de media uitgevochten zou moeten worden. En zeker niet onderdeel mag worden van een partijpolitiek steekspel, zoals nu het geval leek. Maar zoals het hoort, en we ook in dit land hebben afgesproken bij de staatssecretaris, of eigenlijk eerst bij de rechterlijke macht en dan mogelijk bij de staatssecretaris ligt. De individuele weging kan niet publiekelijk worden gemaakt, omdat we niet alle feiten kennen, zeker de privacygevoelige niet. En dat zouden we ook niet moeten willen. Dat geeft het bijzondere belang van de discretionaire bevoegdheid aan. Het is aan de Tweede Kamer om erop toe te zien dat de staatssecretaris zijn bevoegdheden ook serieus overweegt. Het is ook aan de Tweede Kamer om waar nodig deze regelgeving tegen het licht te houden. Zeker ten aanzien van de te langdurende procedures. Ooit dachten we dat rechtsmiddelen, hoger beroep, nieuwe procedures bij gewijzigde omstandigheden, het systeem rechtvaardiger zouden maken. Inmiddels weten we helaas beter. Juist kinderen, jong hier gekomen of hier geboren, worden daar de dupe van. Onze partijgenoten in Den Haag hebben gevraagd naar een gedetailleerd onderzoek naar wat anders kan. Dat onderzoek komt er. Nogmaals, wat ons betreft is deze motie dan ook niet nodig. En dan nog dit. Het komt vaker voor dat ook onze fractie via partijlijnen in Den Haag aandacht vraagt voor vluchtelingen uit Coevorden. Voor situaties die ook op ons als CDA overkomen als schrijnend. Maar dat doen we dan bij voorkeur achter de schermen, net als overigens veel betrokken burgemeesters, waaronder ook de onze en anderen vaak doen. Wat de bewindspersoon uiteindelijk besluit en wat ter toetsing aan rechters wordt voorgelegd, kan de Tweede Kamer, kunnen wij niet bepalen. Dat kan niet in het strafrecht, soms willen we graag hogere of lagere straffen, maar dat kan ook niet in individuele asielkwesties en dat is maar goed ook. Een bijkomende vrees is
dat alle publiciteitsgevoelige zaken de nodige aandacht krijgen. En ik weet zeker, en u met mij, dat ook minder bekende zaken heel schrijnend kunnen zijn. Laten we daar nooit aan voorbij gaan. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om te werken aan een kansrijke toekomst voor alle kinderen die onze bescherming vragen en krijgen. Deze kinderen zijn vaak ernstig getraumatiseerd en hebben hulp en ondersteuning nodig. Gelukkig zijn er ook in onze gemeente inwoners die zich hiervoor inzetten en zijn er mooie projecten die dit ondersteunen. Zoals het project Team Up van onder andere Board Child. Laten we ons daarvoor inzetten. Van harte aanbevolen. Dank u wel. Dank u. Wat mij betreft eigenlijk maar één vraag die de heer Hoog heeft gesteld. Of er iets te zeggen valt over het aantal kinderen hier in de gemeente Coevorden. Ik zou eigenlijk naar de heer Brink moeten kijken, de portefeuille voor sociale zaken, maar die is op dit moment even niet beschikbaar. Vanuit mijn eigen betrokkenheid bij dit soort dossiers moet ik ook zeggen dat het ingewikkeld zal blijken om een exact getal daaraan te plakken. We weten natuurlijk wel op een gegeven moment wat de populatie van bijvoorbeeld ons AZC is. Want over die mensen hebben het. Mensen die in ons AZC zitten en die nog geen status hebben. Dan wel mensen die zich in onze gemeente bevinden. En daar kennen we ook voorbeelden van. En niet op het AZC, maar wel in dezelfde situatie als hier wordt beschreven. Nog geen status met kinderen. Omdat de populatie op het AZC dus wisselend is. En omdat we zeker geen beeld kunnen hebben, want het betreft dan immers niet ingeschrevenen. Bij de hoeveelheid waar het dan over zou kunnen gaan, valt er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Feit is wel, en die gevallen die kennen we, de heer Zuur heeft er nog het meest recent naar gewezen, stelselmatig komen wel dit soort casussen ook hier in de gemeente Coevorden toch wel aan bod. En het zijn schrijnende gevallen. Het is niet voor niks dat er in toenemende mate natuurlijk veel aandacht voor de media is in deze gevallen. En in mijn beleving zit dit ook achter de actie die nu ook vandaag door UNICEF ondersteund, zag ik een mail in uw richting, zich focust toch echt op de vraag, ja, wat zouden we moeten doen om in ieder geval die kinderen niet het slachtoffer te laten worden. En laten we constateren dat er heel veel moet gebeuren. En dat heeft u allemaal gezegd ook in Den Haag. Het is terecht ook om die volksvertegenwoordiging daar aan te spreken en de bewindspersonen aan te spreken. Op het treffen van zodanige regelingen dat inderdaad misbruik van kinderen niet kan worden gemaakt als het gaat om een verkrijgen van een status. Maar ook dat in elk geval de regels er zodanig uitzien dat kinderen ook houvast hebben dat waar ze geworteld zijn, wat mij betreft, ook hun toekomst zou moeten liggen als er sprake is van de termijn die ook op internationale plaatsen wordt gehanteerd. En dat is toch die 5 jaar. In die zin kan ik hem ook billijken. Ergens blijft hij arbitrair. En dat moeten we ook vaststellen. Maar uiteindelijk behoren wij ook tot de landen die dat internationale verdrag voor de rechten van de kinderen hebben ondertekend. Daar komt diezelfde 5 jaar in voor. En het lijkt dus in die zin op zichzelf een verzoek aan de Tweede Kamer, aan het kabinet, om op die 2 aspecten iets te doen, zekerheid te bieden aan die kinderen en tegelijkertijd te zorgen dat in de regelgeving we niet meer spreken over dode letters, hè, zoals het rapport wat UNICEF mee heeft gezonden, dat de regeling een hele dode letter is geworden omdat die in de praktijk niet uitvoerbaar is, maar dat er daadwerkelijk een stukje wetgeving, regelgeving ontstaat waarin ouders heel snel weten waar ze aan toe zijn en daarmee ook de kinderen worden beschermd tegen langdurig verblijf in een land waar hun toekomst toch uiteindelijk niet blijkt te kunnen liggen. Goed, dat even in eerste termijn. Ik geef graag de gelegenheid voor een tweede ronde als die behoefte bestaat. Meneer Mulder, ik zag u af en toe wippen op de stoel. Dus. Ja, dank u wel, voorzitter. Alle mensen ook bedankt voor de woorden en opmerkingen daarbij. Een woord wat mij een paar keer is bijgebleven is willekeur. En dat het discretionaire verzoek van Heuvik en Lili voortgekomen is uit een willekeur van de staatssecretaris. En dat brengt me erbij, wat gaat de toekomst brengen? En dan kijk ik even specifiek ook naar kinderen hier in de gemeente Coevorden. Van, ja, als nu wel weer een gezin bij ons met vragen komt die hier langer dan 5 jaar verblijven,
maken zij nog wel een kans? En is die willekeur al zo klein van, kunnen wij daar nog wel iets mee doen? En daarom ook deze motie om dat kinderpardon aan te pakken en daar echt iets mee te doen en niet maar te laten gaan. En dan wil ik toch even reageren op mensen die de motie niet direct ondersteunen, waarin mevrouw Vissering aangaf dat je niet alle gevallen, of dat je niet apart naar moet kijken, maar per geval dat op moet pakken. Nou, dat is iedere aanvraag is verschillend, dus daar ben ik het wel mee eens. Waar ik wel een vraagteken bij heb, is dat mevrouw Vissering aangeeft dat de staatssecretaris een toezegging heeft gedaan om een onderzoek te doen. Dan denk ik van een onderzoek. Het is gewoon duidelijk hoe het is. Het meewerkcriterium is gewoon niet ruim genoeg. Dus waarom is daar nog een onderzoek naar nodig? De feiten liggen er gewoon. Er ligt een wetsvoorstel. Kunnen wij zo mee aan de slag? En dat onderzoek gaat daar echt niks aan toevoegen. Het is alleen maar, noem het maar een uitstel. Dus dat voegt wat mij betreft niets toe. Ik wil nog even ingaan op de heer Zuur. Die noemt eigenlijk twee onderdelen van waarom moeten wij hier in Koevoorde iets mee? En waarom is dit een politieke aangelegenheid dat in Den Haag juist speelt? Denk, hij is de beantwoording van Koevoorden nee. Nou, ik heb een beetje op de tijd gelet. Dat ging ongeveer in 20 seconden ging het over de Koevoordense situatie. En ik denk een minuut of 7, 8 over de politieke inhoud van Den Haag. Dan denk ik van dan is dat een beetje tegenstrijdig met de eerste woorden die hij aangaf. Van wij moeten ons niet met de landelijke politiek bemoeien. Maar daar ging juist zijn pleidooi over. Dan denk ik van dit doen wij voor de kinderen in Koevoorden. Die ons aan het hart gaan. En daarom wil ik een verandering. Daar wil ik het bij laten. Dank u. Dank u wel. We kijken gewoon even in de volgorde van zojuist of er nog behoefte aan een tweede termijn bestaat. De heer Hoge. Ja, heel kort, voorzitter. Ik denk dat collega Mulder al het duidelijk heeft neergezet. Het gaat hier niet over incidentele situaties, procedures van kinderen. Maar het gaat hier vooral met deze motie om het grote geheel. En wij denken dat je niet vaak genoeg kunt benadrukken de situaties waarin het aantal is genoemd, 400 kinderen op dit moment verkeren in grote onzekerheid. Wij denken dat je dat niet vaak genoeg kunt benadrukken. En de motie is wat ons betreft dan ook heel helder. Het signaal wat er vanuit moet gaan, dat hopen we dat dat opgepakt wordt en dat er een eind komt aan onzekerheid. Dank u. Helder, dank u wel. Meneer Hoedemaker, nog behoefte in tweede termijn? Nee, dat doe je juist niet. Dan kijk ik naar de mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat wij heel duidelijk hebben aangegeven dat wij, net als iedereen hier in deze zaal, het heel erg betreuren dat deze procedures heel erg lang duren. En wat ons betreft niet alleen maar van kinderen, maar ook van volwassenen. Dus dat er nu beweging in komt en dat er in ieder geval een toezegging tot een onderzoek is, vinden wij al heel positief. Want we kunnen niet ontkennen dat het een situatie is die niet van de laatste paar jaar is, maar al jaren zo doorgaat. En wij zijn van mening dat je dan eerst naar de procedures moet gaan kijken en die moet gaan aanpassen, zodat er ook binnen de rechtsstaat onafhankelijke rechters die naar deze zaken kunnen kijken, dat die op basis van andere regels beslissingen kunnen nemen. Verder wil ik in ieder geval nog zeggen dat ook wij altijd, en ook dat hebben wij in het verleden gedaan, als het om individuele gevallen gaat, dan zullen wij altijd kijken wat wij binnen de landelijke politiek kunnen bewegen om deze zaken aanhangig te kunnen maken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vissering. Is u nog behoefte aan een laatste termijn? Ja, dank u wel. Woorden als willekeur neem ik niet in mijn mond. Dat zou bijna onze bewindslieden in Den Haag, waar ik veel respect voor heb, disqualificeren.
Ik kan me voorstellen dat het voor buitenlanders soms, buitenstaanders soms zo voelt. Maar ik vind dat je daarmee te veel een uitgesproken mening hebt om daar willekeur, de woorden als willekeur op te plakken. Dat doet de mensen die hier dagelijks mee bezig zijn en zowel van de IND, waar we ook het een en ander over horen deze week, als de bewindslieden, rechtelijke macht, politieagenten die hiermee worden geconfronteerd, daar doe je hen geen recht mee. Ten aanzien van het onderzoek, deze wetgeving is met de nodige wet en regelgeving is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Laat dat ook gebeuren met gewijzigde regelgeving. Dat het ons niet snel genoeg kan gaan, lijkt duidelijk, maar het moet wel zorgvuldig. Want ook dat leidt tot ongetwijfeld schrijnende gevallen. Als we het over 5 jaar hebben, is 4 jaar en 11 maanden ook schrijnend. Dus laat dat alsjeblieft zorgvuldig gebeuren en dat het dan wat langer duurt. We hebben tot die tijd hebben we gelukkig uiteindelijk nog die discretionaire bevoegdheid. En ik vind het jammer dat de PvdA aan over dit onderwerp aan een verkeerde vorm van cliëntisme doet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar goed, ook bij mij spelen de emoties nu een rol. We doen het voor alle kinderen en niet alleen voor de koevoorde kinderen. Dank u wel. Volgens mij een mooie inhoudelijke afsluiting van een relevant onderwerp. Als ik de balans opmaak, dan proef ik bij 2 van de fracties de overweging om toch te constateren. Wij steunen deze motie niet. De heer Zuur wil daar nog een... Ik zou even willen schorsen. Kanttekening, ja. Dat mag, natuurlijk. Zullen we 5 of 10 minuten... We schorsen even de vergadering. Voor de komst en de bijdrage in de discussie. Tot de volgende keer. De vergadering is gesloten.